Buurtschap De Molenheide in Mel organiseert weer de avondfiets driedaagse Leo van Zuilen voor de 22e keer. Dat gaat goed. Gaat zeker goed. Hè? Het is de 22e keer dat we het organiseren. We hebben altijd veel deelnemers. Het weer is erg belangrijk. Nou, we hopen aanstaande dinsdag ook dat het goed weer wordt. Hè? Ja. Als het al de 22e keer is, steeds dezelfde route? Nee, we hebben steeds andere routes. We hebben zeer enthousiaste mensen bij ons in de buurtvereniging. En dit laatste jaar doet Paul Zelte dat. Die heeft altijd, iedere dag verschillende routes, ieder jaar verschillende routes. En dit jaar hebben we weer 3 routes per dag. Dus 8 kilometer voor de jeugd, 15 kilometer voor de ouderen of voor de minder ouderen. En 30 kilometer ook voor de ouderen met de elektrische fiets. Dat merken we. Dat hebben we de laatste jaar voorheen was het eigenlijk 25 kilometer. Maar daar hebben we 30 kilometer van gemaakt met die e-bikes. Hè. Je merkt gewoon dat veel ouderen toch meer rijden. Dan hebben we dit jaar voor het eerst dat we bij de 15 en bij de 30 kilometer dezelfde rustplaats hebben. We hebben altijd op de helft ongeveer een rustplaats. Kunnen mensen even rusten, kunnen ze wat drinken. Wij zorgen dan voor wat fris en voor de jeugd een snoepje. Nou, dat is altijd gewaardeerd. Mensen kunnen even bijkletsen. Je merkt gewoon dat het heel erg prettig is, ja. Ken je omgeving, hè? Want je liet je straks ontvallen, ja, dan komen mensen op plekken waar ze eigenlijk nog nooit geweest zijn. Dat klopt, inderdaad. Het is wel heel leuk als je mensen die al 60 jaar in Mil wonen zeggen, hey, nou ben ik hier ergens geweest, ben er nooit geweest. En ik woon al 60 jaar in Mil. En dat is het leuke ervan. En dat is ook de uitdaging voor Paul, om ieder jaar weer een leuke route uit te zetten. En dat is voor ons ook leuk dat de mensen enthousiast zijn en zeggen, hey, op dat plekje ben ik niet geweest. Ja. Dus we merken ook, mogen we de routes meenemen? Nou, ieder jaar worden de routes meegenomen en hoor je van de mensen, we hebben ze nog een keer gefietst. Ja. Dat is hartstikke mooi. Ja. Dat is een klus voor die Paul, maar dat slaagt hij wel in om toch weer goed begaanbare plekken, fietsplaatsen te vinden. Ja, dat lukt hem altijd. Paul is een actief sporter met rennen. En daardoor komt hij op plekjes dat hij denkt, hey, hier kan ik volgend jaar. En dan is hij mee bezig, van volgend jaar zal ik hier een fietsroute of daar. Nou, en Mil heeft een mooie omgeving met de omtrek, het is niet alleen Mil, het is ook buiten Mil. Maar we hebben best een mooie landelijke omgeving en ja, goede fietspaden, goed te bereiden. Dus het is hartstikke mooi. Ja. Jullie organiseren dat als buurtschap, hè? Buurtschap De Molenheide. Dat mag ook wel uniek genoemd worden. Dat klopt, wij zijn een actieve buurtschap. Hè? We hebben een programma wat ieder jaar terugkeert. En we zijn voor 22 jaar begonnen van, hey, zullen we een fietstocht organiseren? Dus hebben we een fietstocht georganiseerd voor de mensen in de buurt. Toen dachten we, waarom kunnen we dat niet van Mil doen? En zo is het eigenlijk begonnen en dat is traditie geworden. Deze 22e keer, die start bij het Lagerhuis. Welke dagen, welke tijden? We starten dus dinsdag 18 augustus om 5 uur. En dan kunnen de mensen starten tussen 5 en 7 uur. Dus dinsdag, woensdag, donderdag, de 18e, 19e, 20e is de fiets driedaagse in Mil. Start de aanvang 5 uur voor zowel de 8, de 15 als de 30 kilometer. Nou kan het voorkomen dat mensen niet alle 3 dagen meedoen, maar 1 dag of 2 dagen kan ook, hè? Is mogelijk, geen enkel probleem. De kosten zijn voor 3 dagen 6 euro en per dag 2 euro. Dus als de mensen de eerste dag niet kunnen, dan kunnen ze rustig de tweede en de derde dag meerijden.